Maar je hebt toch ook een artikel geschreven, of niet? Oh ja, dat is waar, ja. Ik heb voor Customer Talk heb ik een artikel geschreven. En dat gaat over de devaluatie van advertenties. En wat merken daar bijvoorbeeld mee zou kunnen doen. En natuurlijk zeg ik dat ze per direct moeten beginnen met mooie originele content schrijven. Ja. En daar vertel ik dan verhalen over van wat bijvoorbeeld hele goede cases zijn van mensen die daarin slagen ook voornamelijk. Ja. En bottom line daarin is eigenlijk dat mensen, dat heel leuk is om campagnes te maken bijvoorbeeld. En om ervoor te zorgen dat je exposure haalt door je gezicht heel veel te laten zien op het internet. Maar dat het nog veel belangrijker is om echt een dialoog aan te gaan met je klanten. En te vertellen over je product, hoe geweldig het wel niet is. En echt in het leven van je klanten te zijn. En is dit voor iedereen geschikt? Voor elk soort online geldverdiener? Nou, ja, jij vroeg dat ook aan me toen we binnen waren. En ik vond het wel een valide punt. Waarschijnlijk niet. Er zijn een heleboel grote merken. Als je kijkt naar de Coca-Cola's en merken die veel meer op eigenlijk alleen maar op beleving gaan. Ja, ja die hebben daar niet zo heel erg veel mee. Hoewel als je bijvoorbeeld kijkt naar Red Bull. Red Bull die heeft gewoon, nou, dat is gewoon een suikerdrankje, meer niet. Maar die krijgen het wel voor elkaar om heel erg leuk events te organiseren. En daar ook hele relevante content van te maken. Kijk bijvoorbeeld naar, hoe heet het, die mooie film met die snowboarders erin. Ja, The Art of Flight. Prachtige film. Nou ja, als je op die manier jouw merk kan communiceren, dat is gewoon heel erg gaaf. Ja. Maar dit is dus waardevolle content. En dan gaat, dat was ook een beetje de samenvatting. Dat campagnes en banners, dat die eigenlijk zijn waarde verliezen zodra de pot leeg is. Terwijl als je mooie content maakt, dat het gewoon jaren meegaat. Ik bedoel, die Art of Flight, dat is bij wijze van spreken 3-4 jaar geleden gemaakt. En dat is nog steeds even relevant. Een heel goed punt. Vooral dat vind ik echt een goed punt. Ja. Dat banners die gaan voorbij. Goede content, dat blijft bestaan. Ja, en het blijft ook werken. Ja. En natuurlijk kan het zijn dat je bedrijf verandert of dat je focus verandert. Maar dat kan je altijd nog wel een draai geven. Je kan het bijwerken. Veel mensen die denken dat als een artikel of iets gemaakt is, dat het dan in steen gehouden is. Ja. Ja, het zou inderdaad voor Red Bull, als die ineens beslissen van we gaan voortaan ons richten op gezinnetjes. Ja. Dan hebben ze ineens gewoon ontzettend klote content. Ja. Dan moeten ze die Oké, maar het is ook wel grappig, want die hele content van Red Bull slaat natuurlijk helemaal nergens op, hè? Nee, dat heeft niks met het drankje te maken. Nee. Maar, en het grappige is, heeft ook heel weinig met een doelgroep te maken. Tenminste in Nederland. Ik bedoel, ik zie eigenlijk alleen maar tieners rondlopen met dat leuke suikerdrankje. Ja, maar het spreekt vooral ook tieners aan, denk ik, toch? Ja, maar als je kijkt wat de actoren zijn, of de acteurs zijn in hun materiaal, dan zijn dat spectaculaire mensen die vliegen en ja, maar dat vinden jongeren toch tof? Ik bedoel, ik vind het weinig aan, ja, precies. Inmiddels. True. Ik heb geen zin meer om een nek te breken. Vroeger kon me dat niet zo van schelen, toen ik nog een uk was. Dus nee. Het is inderdaad, het spreekt dan die inderdaad, die doelgroep. Voor mij is het ook langzamerhand minder interessant geworden om een nek te breken. Ja. Maar ja, en wat ik vaak zie is, want er zijn een heleboel leuke campagnes die ook echt waarde hebben, maar die worden nog steeds gezien als campagne. Een aantal van onze grote klanten die hebben dat ook. Die hebben baasjes in de organisatie zitten die willen scoren. Ja. En die maken dan iets heel erg gaafs. Slagen er bijna in om iets heel erg moois te maken wat voor de lange termijn is, maar investeren daar niet in omdat ze eigenlijk scoren per campagne. En helemaal niet op de lange termijn of weet ik wat. En die gedachte die zie je ook heel erg terugkomen in hoe mensen content maken. Ja, ja, ja. Dus. Ja. Nou goed, het artikel die stipt dat eigenlijk alleen maar aan. Ik probeer daar ook vervolgartikel over te schrijven. Maar. En is het ook een beetje het artikel over dat je menselijk moet proberen te zijn? Of gaat het daar eigenlijk helemaal niet over? Dat je een beetje de oude
ouderwetse winkelier moet proberen na te spelen. Ja, of... dat was inderdaad... dat waren twee voorbeelden die ik gaf. Dat als je een dialoog wil aangaan met je klanten, dan moet je dat oprecht doen. Dan moet je het eigenlijk hebben zoals, moet je dat doen zoals een slager doet. Ja, precies. Of als een wijnhandelaar doet. Die heeft het over wijn en die vertelt zo van, luister, dit is een hele lekkere wijn, maar wist je dat er ook nog een heleboel andere opties zijn? Of nodig mensen uit voor een wine tasting? En dat helpt jou ook verder in het handelen. Dan blijf je lekker dicht bij je product. En je merkt dat een heleboel, ja, als je een wedstrijdje houdt of weet ik veel wat, dat het heel erg snel niets meer te maken heeft met het uiteindelijke ding wat je wil verkopen. En als je nou content verkoopt, hoe zou je dat dan doen? Ja, dat is een heel erg goede vraag. Nou ja. Dat is een hele goede vraag, want dat is precies het probleem waar een heleboel contentmakers ook... vragen bij hebben nu, want ze merken, onze online kranten, of onze kranten die merken van, we verkopen geen fysieke advertenties meer, want die zijn minder waard of minder interesse. Onze kranten online die merken dat de advertentieinkomsten ook steeds meer teruglopen. En dat geldt ook voor een heleboel blogs. En die worstelen heel erg mee van, hoe zorgen we ervoor dat onze advertenties relevant zijn of onze inkomstenbron niet opdroogt. Ja. En de vraag is of advertenties daarin een belangrijke rol kunnen spelen, wat ze nu heel erg doen. Of dat ze andere verdienmodellen, zoals, hoe heet het, een mooi voorbeeld wat jij noemde, hè? Hoe heet het, mensen die een soort van pay-per-view-achtige content maken. Hè? Mensen die zeggen van, ja, ik wil heel graag dat jij fijne artikelen schrijft over een bepaald onderwerp en daar betaal ik voor. Of moet je juist gaan proberen om met... nevenactiviteiten je content te financieren. Ja, dat kan natuurlijk ook. Ja, dat is de weg waar de muziekindustrie op af is geslagen. Die zegt van, nou, we verdienen ons geld met niet zozeer met de verkoop van muziek, ja, ook heel veel. Maar concerten worden steeds belangrijker. Dat is voor muzikanten wordt het belangrijk. Muzikanten, voor de, ja, niet voor de industrie. Niet. Nee. Muzikanten die verdienen heel veel met optredens. En dat is raar, want muzikanten die verdienden hun geld met optredens. Als je muzikant was, dan trad je op en daar verdiende je geld mee. Ja. Ineens kreeg je geld omdat mensen op de radio naar je muziek luisterden. Ja, en het was ook zo dat elektronische muziek heeft daar ook een soort van verandering in gebracht. Want vroeger had je dus kamers vol met synthesizers staan. En dan om daarmee on the road te gaan, als eenvoudige elektronische kunstenaar, dat is heel erg moeilijk. En live performances zijn ook wat moeilijker, waren moeilijker. Maar tegenwoordig zie je ook een heleboel succesvolle DJ's en producers die knikkenbollend op het podium staan en dat zit. Super saai. Nee, maar worden de lichtshows en dat soort zaken, die worden dan steeds belangrijker. Ja. En ik kan mij concerten van Underworld herinneren. Dat is prachtig. Okay. Dat is, maar daar ga je helemaal op in de trance van de muziek ook. Dus dan is het optreden van de persoon een stuk minder belangrijk. Maar ja, dat wordt inderdaad optreden. En dus nevenactieve. Ik zie dat zelf bij bijvoorbeeld... ik sprak laatst met de... hoofdredacteur van Smashing Magazine. En die, ik vroeg hem van, hoe verdien je geld? Nou, voornamelijk nog met inderdaad met advertenties. Ja. Maar ze zijn aan het proberen om dat op een andere manier te doen. Dus ze zijn evenementen aan het organiseren. Oh, laag. Dus er komt nu het eerste Smashing Conference. Congresje. Daar gaat de camera. In... Freiburg, Duitsland. Ja, want het is een Duits magazine, toch? Ja. En jij bent daar net aangesloten, geloof ik. Ja. En ze geven boeken uit. Ja. Tegenwoordig zijn ze net mee begonnen. Dus ze proberen op andere manieren dat concern, want het is een soort van concern, dat proberen ze nu draaiende te houden. En dat is voor hun ook echt een geldgenerator? Ze zijn heel veel aan het proberen. Ze zijn aan het zoeken naar andere manieren dan advertenties. Omdat ze toch inderdaad zien dat die advertentieinkomsten worden minder. Ja. De mensen hebben een hekel aan advertenties. Ja. Ze hebben zelf heel veel moeite met
designtechnisch hoe je die advertenties binnen, ja, zorgt dat ze unobtrusive zijn, maar toch, aandacht ze moeten obtrusive zijn. Ja, ze moeten dus aandacht trekken. Ja. Nou, dat is mijn belangrijkste bezwaar op een soort van websitebouw manier. Ja. Is dat je gaat een concurrentiestrijd aan met jouw content. Dus eigenlijk jouw verdienmodel concurreert met je contentmodel. Ja. Wat heel erg raar is. Die twee die zouden elkaar eigenlijk moeten ondersteunen. En zoals events bijvoorbeeld heel goed ook content kunnen ondersteunen. Ja. We gaan echt een hele mooie nieuwe route aan. Maar dit hebben we wacht, deze hebben we al eerder gehad. Ja, alleen aan de andere kant op. Ja. Leuk. En ja, ik vind dat heel erg interessant. Vooral die zoektocht en de innovatie die dat losbrengt bij een heleboel mensen. Dat is maatloos interessant. En ik wil daar ook meer aandacht aan kunnen besteden. Ja. Want het verdienmodel van mensen die hele mooie content kunnen maken. Ja, dat moet gebeuren. Ja. Want anders sterft mooie content uit. Dan krijgen we alleen maar... Ik denk dat mooie content... Mooie content... Kijk, je hebt... heel veel winstcontent. Dus mm-hmm. dat is van de hele grote uitgeverijen. Ja. Waarbij het gaat om winst maken. Mm-hmm. In eerste instantie. En content is gewoon een van de vele manieren waarop ze dat doen. Ja. En je hebt... niche content. En dat zijn mensen die met liefde content maken. Ja. En die hoeven niet bakken met geld te verdienen. Die willen gewoon... Die willen zichzelf kunnen bedruipen. Genoeg geld hebben om van te kunnen leven. Ja. Dat kan je zien als een soort van klassieke winkelier die gewoon goede dingen wil verkopen. Ja, precies, ja. Zoiets. Maar worden die twee die staan elkaar niet in de weg overigens, hoor. Ik zie ook een heleboel mensen die echt... die precies... worden die mensen die op Kickstarter staan, die connectie met hun publiek hebben gemaakt en waanzinnig succesvol zijn met het binnenhalen van goede funding voor hun product. Ja, maar dan gaat het, kijk, dan halen ze een leuk bedrag op, maar dat is niet zoveel als die massa niet dezelfde communicatie ophaalt. Het gaat gewoon om genoeg geld, of meer dan genoeg geld, maar om goede content te maken. En het doel is ook altijd om goede content te maken. Ja, dat precies. Voorop. Ja. Goede dingen te maken. Of, die goede content. Je merkt dat het op twee manieren is. Want we hebben het er wel telkens over. Hoe kwantificeer je dat dan? Maar wat ik merk bij een heleboel contentmakers. Dat ze zeggen van ja. Ik ben nu eigenlijk een algemeen verhaaltje aan het maken. Je wil eigenlijk lekker diep op een onderwerp in kunnen gaan. Maar dat... Dan krijg ik een disconnect met een heleboel, met het overgrote deel van de lezers. He, dat heb je bijvoorbeeld, als je schrijft voor Frankwatching, moet je eigenlijk schrijven voor de complete breedte van kijkers op Frankwatching. En daar hou ik dan ook rekening mee. Ja. Een heleboel schrijvers die zeggen dan van nou, ik heb veel liever dat ik een hele kleine groep mensen kan bereiken, maar dat ik dan heel veel informatie kan overgeven. Ja. Hey, dat is een overweging, dat is ook een strijd om daar ook iets winstgevends van te maken. Dat is natuurlijk ook altijd van, ja, wat is je publiek? Ja. Er zijn hele specialistische content magazines. Nou, weet je, daar komt geen marketeer op kijken, dus je hoeft geen simpele taal uit te slaan. Je hebt gewoon te maken met peers. Maar inderdaad, op een nogal simpel blog als marketingblog als Frankwatching of Marketing Facts. Ja. Ja. Weet je, dan moet je gewoon je toon een beetje aanpassen, zodat... Ja, wat ik vaak doe is enthousiasmeren en dat soort dingen, die helpen daar. Het is een andere manier van schrijven. Je hoeft niet per se naar beneden te praten, maar je merkt wel dat de details weggaan. Of het is een heel andere klinische onderbouwingen en zo, die zullen als ik bijvoorbeeld minder relevant zijn. Een workshop geef aan designers, dan heb ik ook andere taal dan als ik... aan developers praat. Ja. Ja, dat is zeker. Ja, ik vind het schrijven, dingen schrijven, dat is wel heel erg fijn. Dat kan je ook een beetje verdiepen in hoe je content samen kan stellen. Ja, dat is ook leuk.